Geachte rijleden, een beetje bijzonder begin zo bij deze vlog, want ik wil u allereerst alle ongelooflijk hartelijk danken voor de vele felicitaties die ik heb ontvangen en de bloemen en andere uiting. Fantastisch, dat was alles naar aanleiding van de benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Voor mij overigens een volslagen verrassing, maar wel heel erg leuk. Reden natuurlijk dat ik mij weer tot u wend is dat we vanuit de rijvereniging weer het nodige te melden hebben, te delen met u, zodat we ook goed op de hoogte blijven van wat daar speelt. Eerst maar even iets over de verlenging van de concessies van de busmaatschappijen. Dat baarde me enigszins zorgen. En de reden daarvoor is dat als je die concessies verlengt, blijft men doorrijden met het verouderd materieel. Dat is niet goed voor ons, wij bouwen immers bussen, maar het is ook niet goed voor het klimaat. Dat heb ik overlegd, eerst met het departement, met de openbare vervoersmaatschappijen en toen ook met de minister, die heeft daar goede notie van genomen. Eind april, dan komt ze met haar grotere plan en dan moeten we maar eens even kijken wat daar allemaal precies in staat. Maar de kans is groot dat er weliswaar een verlenging komt van de concessies, maar onder de randvoorwaarden dat er geïnvesteerd wordt in de verduurzaming en dus ook in nieuw materieel. Dat is een eerste aspect. Tweede aspect betreft de protocollen. Ik denk dat we blij mogen zijn met het feit dat van alle protocollen die zijn ingeleverd en het beperkt aantal wat inmiddels is goedgekeurd, in ieder geval dat van onze afdeling carrosserie en opbouw is goedgekeurd in samenspraak met de vakbonden en met FOCWA. Een mooie prestatie en dat betekent dat we geleidelijk kunnen gaan denken aan het opnieuw opstarten van onze fabrikage onder de condities die we met de RIVM en met VNO en CW en andere partijen hebben afgestemd. Dan de follow-up van datgene wat we vorige week zijn gestart, de call to action binnen Europese context, waarbij het noodzakelijk is dat we alle Europese landen tegelijkertijd die lockdown ongedaan laten maken met betrekking tot de opstart van de fabrikage in de automotive sector. Nou, dat hebben we denk ik goed gedaan met elkaar. ACEA en CLEPA zijn erop bij aangesloten en die hebben ook weer op ons verzoek datgene wat we in Nederland hadden gepubliceerd en de verzoeken die we in Nederland aan de minister hebben gedaan, gekopieerd, vertaald en doorgezet naar de andere landen. Waardoor morgen, dat is voor mij donderdag, dan komt in de informele transportraad op voorstel van Nederland ons verhaal om dat tegelijkertijd te doen. En ik kreeg nog een berichtje van de DG en van de minister dat ze daar toch wel eigenlijk heel happy mee waren. Dus dat lijkt mij een mooie uitkomst van wat we daar hebben gepoogd met elkaar te bereiken. Nou, afgelopen week natuurlijk weer de gebruikelijke call met de minister. Daarin is een aantal problemen getackled, onder andere weer de end-of-series problematiek. Uitstel van betalingen, de toepassing van de NOW-regeling. Maar ook bijvoorbeeld een hele rare, namelijk dat de verkopers van motoren, de dealers, dat die niet vielen onder de TOG-regeling. Nou, dat is vreemd, want dat gold wel voor de accessoireverkopers en dat geldt ook voor de fietsverkopers en dergelijke, maar dus niet voor de motoren. En dat terwijl Cora van Nieuwenhuizen, onze minister, een fervent motorrijder is. Dus die ging daar onmiddellijk naar kijken en werk van maken. Tot zover weer eventjes. Ik hoop dat het allemaal goed met u gaat, dat iedereen nog gezond is en dat we het als ondernemers ook met elkaar nog even goed weten vol te houden. Focussen op de kansen die er zijn. Ik wens u daar ongelooflijk veel succes mee en wij spreken elkaar ongetwijfeld weer over een week. Maar ik hoop eigenlijk ook eens een keertje weer fysiek. Tot dan!